naar Appingedam zijn we teerde. Ja. We gaan naar honden toe, reddingshonden. Want we hebben een tip gekregen op Facebook dat ze hier een oefening hebben bij het puin. Hallo, hier gebeurt het. Nou ja, we zijn aan het trainen met onze honden. Gebouwen, puin en ja, dat is belangrijk. Hè? We zijn onder andere in Turkije geweest afgelopen februari. Dus het is ook belangrijk dat we onze jonge honden opleiden om ook puinproof te worden. We doen verschillende oefeningen. De honden gaan altijd na elkaar, hè? Dus één voor één. En dan krijg je als geleider de opdracht, nou, zoek maar of de begane grond of het hele gebouw. Het is maar net wat je opdracht is. En dan kijk je hoe de hond werkt. De gevels zijn eruit, de ramen zijn er gedeeltelijk uit, de hele puien zijn eruit. Mm-hmm. En dat geeft dat je enorme geurstromen krijgt die heel raar wervelend lopen. Dus het is voor de hond niet altijd even makkelijk om te vinden. Ook al is het een heel schoon gebouw, er zijn nog maar weinig verstopplekken. Maar dan is het des te interessanter om te zien van, nou, hoe kan je aan je hond zien dat hij geur heeft? Hoe werkt hij dat uit? En hoe komt hij dan tot een verwijzing, zoals we dat noemen? Hè, ja. Dat hij aangeeft aan zijn eigenaar, ik heb iemand gevonden. Ja, want daar gaat het om, mensen nu? Ja, het gaat om mensen. Dus er is iemand verstopt in het gebouw. En Annemiek en Floortje gaan zo zoeken. En dan nou, zien we vanzelf of ze vinden. Zoek! En dan denk je, nou, wat open hier allemaal. Dat zie je toch zo of er iemand is. Maar de honden kijken niet. Die doen alles op hun neus. Dus wij kunnen als mensen, zijn we meer met onze ogen georiënteerd, zien wij heel gauw van, oh, hier zit wel of niet iemand. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de hond eigenlijk aangeeft, ik heb geur, hier is iemand. En eigenlijk heeft ze nog niet eerder een plek laten zien waar ze blijft hangen. En ook nog niet eerder geblaft. Precies, dus dan moet er iets zijn. Oké. Nou, we zien nu dat daar een luik is. En op het moment dat de hond blaft, gaat het luik een stukje open. Als die wil. Gevonden volgens mij, hè? Jazeker, gevonden. Ja, is het daar een beetje veilig? Ja hoor. Ja? Dus ik kan er ook in? Ja hoor, hier ligt een matje, daar kun je gewoon op zitten. En die moet ik dan omhoog gooien? Ja. Oké. Ja, maar zoals wij het zeggen. Ja. Nee, is goed. Ja, ik zou bijna zeggen, dit was het einde van de expeditie, maar we moeten nog wel even door. Dus ik hoop dat ik er weer uitkom. Ik hoop dat we je vinden, Joyce. Ik hoop het ook. Ja, goeiedag even. Hier ben je voor Joyce. Nou, dat is gelukt. Super. Nou. Oké, top. We gaan je zo zoeken. Hoi. Nou. De volgende hond wordt aangezet, dat is Yoshi, een labrador. En zij heeft ook in Turkije gezocht tijdens de aardbevingsellende daar. Oh, dit voelt heel gek. Wat spannend dit. Hoi. Zo. Mag ik de bal gooien? Ja. Ja. Zo. Zo. Hey. Hi. En hoe vond je het om gevonden te worden door een reddingshond? Nou, ik vond het een opluchting. Ja. Ja, fijn als er dan een hond blaft en dat dan het luik opengaat en, ja, en je gevonden bent. Hè? Nou, ja. Inderdaad. Maar bent u ook in Turkije geweest? Ja, zeker, ja. En hoe was dat? Ja, indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Is er een verhaal wat u echt bijgebleven is?
Nou, er was eigenlijk... wij kwamen een week na de aardbeving kwamen wij daar. En eigenlijk in de veronderstelling dat er vast niemand meer zou leven. En meteen de eerste dag al was er al een verwijzing. Hè? Dus dat de honden aangaven, hier moet een levend iemand zijn. En dan hoor je dus later, als de bergingswerkers zijn geweest... dan hoor je later dat er een meisje van 13 is gevonden. Ja, dan denk je, dan kan er nog meer, hè? Dus zo hebben we eigenlijk elke dag dat we daar waren... ook wel levende tekenen kunnen aangeven. En na die tijd hoor je dan ook terug of er inderdaad iemand gevonden is of niet. Nou, dit is mijn redder. Hey. Nou, zeker. Hè? Dat was een hele ervaring. Goed zo. Dank je wel. Hè? Topper. Wil je nou nog meer video's zien van RTV Noord? Abonneer je dan hier en vervolgens kun je de video's dan aan deze kant weer kijken. Veel succes. Mooi.